Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nevos, ik bedoel broeders en zusters. Nevos en Nevias, dreris en dreritas. Hoe gaat het met jullie? Alles is mooi voor jullie. Ja, dat je niks van me laten weten. Even kijken, het is vandaag. Wat is het vandaag aan Nevos? Donderdag 8 november. En bismillah, mashallah, Allah mubarak. Zojuist de ticket gebukt. Ik vroeg me af of jullie zin hebben om mee te gaan. Ik ga even naar Azië. Beetje een soort van backpackentje doen. Weet je wel, een beetje op de Nederlandse tour. Gewoon backpackentje. Gewoon period. Even chillen. Even pad thai eten. Wie weet wat pad thai is. En hebben jullie voor mij misschien in de comments voor mij eigenlijk aanbevelingen waar goede pad thai is in Nederland? Want ik vind pad thai super lekker. Het is gewoon echt lekkere sawatika. Maar waarom maak ik deze video? Nou, in ieder geval om dat aan te geven. Misschien dat jullie leuk vinden om met mij mee te gaan. En alleen, wie heeft voor mij tips voor een goede camera? Want ik gebruik nog steeds deze telefoon. De batterij is nu al helemaal dead. Dus hij valt gewoon soms uit. Als ik daar geen rekening mee hou. Maar dus wie van jullie heeft daar gewoon verstand in? Van? Op? Dus gewoon goede camera, lange batterijduur, opslag. Ja, ik weet niet, geheugenkaartjes moet ik dan misschien wel kopen. En het belangrijkste is dat die wel waterdicht moet zijn. Dus, en natuurlijk hebben wij gewoon Salat Istighara gebeden voor de reis. En een allerbelangrijke andere punt is het volgende. Ik kan wel hele mooie video's maken en weet ik veel wat allemaal. Maar ik ben gewoon super lui om te gaan editen. Dus ik wil ook hierbij vragen, is er iemand van jullie die daar misschien goed in is, zin in heeft, dat eventueel zou willen, dan kan ik uiteindelijk videomateriaal aanleveren. In plaats van dat ik met deze telefoon al het moois laat zien. Dus ja, dat is het een beetje. Misschien hebben jullie misschien tips voor mij. En misschien willen jullie wat zien, waar ik rekening mee moet houden. Dus laat dat weten. Ik had hier in Nederland een broeder ontmoet uit Maleisië. Dus die had ik een paar dagen geleden ook even een berichtentje gestuurd. Maar ja, het is gewoon een beetje regenseizoen nu in Maleisië. Maar ja, dat houdt in, wallah alam, dat er is gewoon even één periode, één of twee uurtjes gewoon volop regen en dan weer weg. Dus nogmaals, even een samenvatting. Nummer 1. Wie heeft voor mij een optie, een goede deal? Dus misschien dat jullie dat voor me kunnen zoeken op internet of zo. Geen Mediamarkt troep. Dus, of althans, ik vind Mediamarkt gewoon een beetje geen goede winkel. Dus dat is één. Nummer twee. Wie al wie zou zich graag bezig willen houden om te editen. Er zitten wel natuurlijk wat voorwaarden aan de video's die het misschien wat lastiger maakt. Waaronder, ik wil geen muziek in mijn video's. Dus dat. En eigenlijk allerbelangrijkste nummer 1 is, vergeet ons niet in de dua. Allah yajib ma figher. En zoals ook gezegd, belangrijk gezegd is Salat Istighara gedaan. En ja, dus dat een beetje. Allahumma barik, mashallah. Dus en ja, deze moeten we wel even echt laten vliegen, want het is best wel een beetje weinig, jongens. Maar ja, ik heb schijt aan jullie. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Dus mensen die dat ook kunnen waarderen. Alhamdulillah. Soms goede comments gekregen van mensen die dat waarderen. En dus daar word ik ook blij van. En de mensen die dat niet waarderen. En bepaalde opmerkingen daarover hebben. Bij voorbaat mogen jullie van mij vast op een fles gaan zitten. Dus dat is hem. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.